Ja, dat moet een hele klassieke structuur. Het is een lege ruimte, het is ons balkon. En we gaan er wat van maken. Ja? We gaan alvast beginnen om dit te leggen. Ik heb een mooi motief gevonden. Dat een beetje lijkt op van vroeger. Ik denk dat vele mensen dit wel zullen herkennen. Terug. Het lijkt een beetje op een Persisch tapijt. Dus ze zien de kleine balletjes erin. Ja, je ziet die motieven. Het lijkt een beetje Persisch. Persische tapijten van vroeger. Daarom heb ik het uitgekozen, want dat was vroeger wel een duur ding. Mm. En we gaan hem leggen. Het is toch wel heel leuk als je de dingen van vroeger terug kan vinden. En ja, het is in ieder geval. I'm not afraid to
Ja, dit zou je zelf kunnen maken. Gewoon zitten en bedenken wat je allemaal kan gebruiken. Oké, kijkers, hiermee heb ik ook laten zien dat er meer is dan alleen een gordijn voor je raam. Er is zoveel waarmee je je raam kan versieren en dit is een van de manieren. No? Dus ik hoop dat het een zegen voor u mag zijn. Ik word er gewoon vrolijk van. Ja, zoals ik het reeds had gezegd, je kan het zelf maken. Dit is mijn eigen versie van die raamdecoratie die ik had gezien in de floral market. En dit is het materiaal van de kerstkransen. Heel goedkoop materiaal. Bloemen. En het resultaat is hier. Dus moeders, je kan het zelf doen. Je wordt geïnspireerd door wat je ziet, maar je hoeft het niet na te doen. Je kan je eigen ideeën, je eigen creatie maken van iets dat je leuk vindt. En dit is geworden mijn raamdecoratie. Ik vind hem nog mooier dan wat ik in de winkel heb gezien. Vindt u zelf ook niet? Word geïnspireerd en ga ervoor.